Goedenavond, we staan hier met Sherlick Lilienthal, woordvoerder van de president. Vandaag was er weer, zoals elke woensdag, de RRP. Kunt u ons vertellen welke belangrijke besluiten zijn genomen vandaag? Dus elke woensdag wordt er een RRV gehouden, regeringsraadsvergadering, waar de president, de vicepresident, de ministers bij elkaar komen om de belangrijke vraagstukken en issues van Suriname te bespreken en natuurlijk besluiten te nemen. Vandaag heeft de regering goedgekeurd dat het raadsvoorstel van minister Urakit Ramsaran van SOSAFO dat hij toestemming heeft gehad om de subsidietarieven aan sociale instellingen te verhogen. Het gaat bij deze om subsidietarief voor kind en bewoner. Dit wordt verhoogd van 27 SRD naar 70 SRD per bewoner per dag. De subsidie voor exploitatie, dat was 37 SRD en wordt verhoogd naar 85 SRD per personeelslid per dag. De verhoging gaat in per 1 januari 2023 en het gaat om 2100 bewoners en 30 personeelsleden. Dus dat wil zeggen 2100 x 70 SRD en 30 x 85 SRD per maand. Verder heeft de regering besloten dat alle AOV'ers die nog geen koopkrachtversterking ontvangen, de 1800 binnenkort zullen krijgen. Er is verder ook een budget vrijgemaakt voor volksgezondheid ter bestrijding van dengue. Het ministerie van Volksgezondheid is samen met BOG bezig aan denguebestrijdingen te doen in de verschillende gebieden. En het budget is dus om de middelen die nog nodig zijn aan te kunnen schaffen. De minister van Economische Zaken is ingegaan op het prijzenbeleid en ze zal binnenkort een presentatie geven in de regeringsraadvergadering waar ze laat zien hoe de prijzen tot stand komen, welke tussenschakels er allemaal in het proces zitten en de regering zal aan de hand daarvan besluiten nemen om te kunnen werken aan prijzenbeheersing. De regering heeft een strategisch communicatieplan goedgekeurd. Er zal gewerkt worden aan verbetering van de communicatie met de samenleving. Dus niet alleen informeren, maar ook communiceren, waarbij de feedback van de burger ook wordt meegenomen. Verder zijn er 3 voorstellen gedaan met betrekking tot de kiesregeling. Die wordt nu ter beoordeling naar het parlement en de staatsraad gestuurd. Er is ook breedvoerig ingegaan op de actieplan van de tweede helft van dit regeertermijn. De president heeft gevraagd aan alle ministers dat ze realistische doelen stellen die bereikt moeten worden. Het gaat hier om doelen die tastbare resultaten voor de samenleving kunnen opleveren.